Ja. Dank jullie wel, ja. Nou, goed gedaan hoor, ja. Nee, dat rappen, dat werd niks. Dus toen dacht ik, dichten, dat is iets voor mij. Want als ik Lloyd er niet mee terugwin, dan ben ik er nog altijd dichterbij. Rijmt ook, hè? Rijmt ook. Ik bedoel maar, ja toch. Ja toch. Dus ik ging naar allerlei poëzieavonden. En dan droeg ik daarvoor over Lloyd. Het is zekerheid dat telt, maar voor mijn geld koos ik nooit eieren. Logisch ook. Ik ben immers een komische poëet. Zo vroeg mijn vriend me laatst, heb ik soms honing aan mijn reet? Waarop ik zei, waarschijnlijk wel. Dat is de reden dat ik bij je ben. Nee, maar neem uw tijd hoor, want deze kan best wel even duren voor het kwartje valt. Dat is echt niet erg. Ja, zo was er op een dag die ene keer dat ik stiekem een half zoutvat in zijn bier deed. Waarop hij zei, hey, dat is vreemd. Mijn bier, dat smaakt ineens naar zee. Terwijl bier toch in de regel smaakt naar meer. Of toen ik naast hem bij een boomstam in het zonlicht lag te genieten van een kopje Earl Grey. En ik zei toen, ik kan nu met recht zeggen dat ik in de zon ligt. Want in deze situatie is het altijd stam plus thee. Of toen ik zei, de mens is de personificatie van zijn land. Mijn vriendjes beste vriend uit Jemen vond van niet. Trots richtte ik mij op en zei hem, ik ben Nederland. Waarop hij schuchter antwoordde, ik ben Jemen niet.